1957, dat is een hele tijd geleden, zelfs van voor mijn tijd, toen was ik nog helemaal geen Barendrechter. Nee. Wat is dat nou? Ik denk dat het de leerlingen zijn van de Groene Priesterschool. Ik moet je zeggen, in die tijd was ik alweer wat ouder dan deze kinderen, dus ik kan geen namen noemen, maar ik heb straks een onderwijzer zien lopen. Was dat niet meneer Tinken? Ja, die herkende ik namelijk, want die heb ik in een latere periode ook nog meegemaakt. Zie je, meneer Tinken en meneer Van der Pas. Meester Van der Pas en meester Tinken, zeiden wij altijd. Dus dit waren de leerlingen van de Groen van Priesterenschool. Al die meisjes met strikken op. Typisch voor die tijd, hè? Ja, het geeft een heel tijdsbeeld, hè? Ja. Een jongen van Verkempen, van de tuinder van de Eerste Barendrechtse Weg. Meester Tinken. Hupsakees. Waar is dat dit nou? Dit is denk ik de Zeeheldenbuurt. En ja, dit is Boender. Een kweker. Piet Boender was dat. Dit is de Tweede Barendrechtseweg, genomen vanaf de Middeldijk. En dat is mevrouw Visser. Nee? Ja, toch, mevrouw Visser. Ze komen allemaal wel even kijken. Zie je hoe typisch dat de meeste huisvrouwen in die tijd een schort voor hadden? Ja, dat is me ook opgevallen. Ja. Hier heb je die bloemkwekerij van Boender. En dat was aan de Tweede Barendrechtseweg, op de plaats waar later de tuinderij van Baan gekomen is. Oh, daar? Ja. Dat is Jan Boender. Kijk, en daarachter een Solex. Zo waar. Zo'n Caddy bijvoorbeeld, ja? Dat zie je toch ook helemaal niet meer, hè? Een Solex, dus die was er al in die tijd. Ja?
huis van, ook Tweede Waalseweg, het huis van Baan. En de melkboer, moet je kijken, zo ging dat in die tijd. Vrouw van der Jacht met twee van de kinderen. Kijk. Ja, ach. Hoe heette die kapper eigenlijk, weet je dat? Krullenmutsen. Krullenmutsen. En in die tijd werden ze zondags nog door heel veel vrouwen gedragen. Dokter de Visserschool. Dokter de Visserschool. Ja. En dit is de Meester Leas school. In de Zeeheldenbuurt ook. Dat is meneer Roest. Meneer Roest. Die was hoofd van de school. Na meneer Leas is die gekomen. Het is allemaal nog bij die Leerschool, hè? Het is nog een vrij nieuw gebouw, zie je wel. Dat is mevrouw Batenburg Beb Koedoot. Kijk eens, zag je dat geizertje? In die tijd. En weer de vrouwen met schorten voor, mevrouw Nauwe. Ook achter de hervormde kerk, ook in de Piet Heinstraat. Hoek Singel, Dorpstraat, en dan ga je zo langs Slagenlaag en Dijk de Singel op. Muziektent, dat was leuk. Zaterdagavond kwam de fanfare daar spelen. Stond het hele Doornmanplein vol. Thank you.
Dam. Magnusdam. Dit is een stukje Dorpstraat West, hè? Richting de tramlijn. Moet je zien, die voordenkbaar. Zag je dat? Al die bomen? Dit is de Talmerweg met het trekpunt nog links. Leni de Otter. Ach. Ja, dat was het trekpunt. Daar gingen we zwemmen. En dat is de familie Muis. Dit zou toch ook een kwammer geweest zijn? Dat was ook de trampunt weer. Hij was maar aan één kant bebouwd, hè, die tijd. Toen de trampunt gedempt is, is daar de rest gekomen. Dat was een meisje van Moerkerke. Die ook altijd nog werkte bij Westdijk.